Tonga, een eilandenrijk in de Stille Oceaan. Het is er prachtig, idyllisch. Verdeeld over 36 van de 177 eilanden wonen zo'n 100.000 mensen. Het is er dus ook rustig. Het ligt zelfs zo afgelegen dat Floortje Dessing er is geweest. Om alleen op het hoofdeiland van dit koninkrijk te komen, ben ik al meer dan 2 dagen onderweg. Maar dit is Tonga begin 2022. Allerminst rustig. Een gigantische vulkaanuitbarsting. Nog veel heviger dan deze een dag ervoor. Een explosie waarvan geen videobeeld is, maar hij was 20.000 keer zo krachtig als die enorme explosie in Beirut. De knal na de uitbarsting in Tonga was te horen tot in Alaska, ruim 9.000 kilometer verderop. En metershoge golven van Japan tot aan Peru. Het is de krachtigste vulkaanuitbarsting in 30 jaar. Kijk maar mee vanuit de ruimte. Zelfs tot in Nederland was er een verandering in luchtdruk te meten. En daarna bleef het stil. Hoe het nu gaat op de eilanden van Tonga, waar dus tienduizenden mensen wonen, is nog grotendeels onduidelijk. En dat heeft alles te maken met dit lijntje. Een internetkabel op de zeebodem. Die doet het nu niet meer. Want hij ligt in het gebied waar de vulkaan tot uitbarsting kwam. En is zo'n beetje de enige verbinding met de rest van de wereld. Het herstellen van gaat weken, zo niet maanden duren. En over dat soort kabels gaat deze video. Ze zorgen voor 99% van al het internetverkeer wereldwijd. Dit netwerk van zo'n 400 kabels op de zeebodem is het internet. En dat is kwetsbaar. Je denkt er niet bij na, want alles is draadloos. Je streamt, je appt, je videobelt, allemaal zonder kabel. Tenminste, aan het begin. Want uiteindelijk komt alles, of je nou ontvangt of verstuurt, via kabels op zijn bestemming. En vaak ook via de zeebodem dus. Het dingetje waar het allemaal om draait, de glasvezel. En die is inimini, 10 micrometer dik. Met daaromheen siliconen gel, staalkabels, koper en nylondraad om de vezel te beschermen. Die minuscule draadjes zijn dus verantwoordelijk voor bijna al het dataverkeer. Van je meterkast of zendmast in de buurt, via datacenters de zee in en dan de wereld over. Dat gaat al meer dan 150 jaar zo. Toen werden de eerste versies van zulke kabels gelegd. Vanuit het ruim van kolossale stoomschepen bijvoorbeeld. In 1865 werd zo een telegrafiekabel van Engeland naar Amerika gelegd. En in de jaren daarna werden ook telefoon- en energiekabels over de zeebodem getrokken. Pas rond 1990 begon de aanleg van communicatiekabels op grote schaal. Nog altijd gaat dat oldschool. Schepen vol klossen met internetkabel. Moet je nagaan hoeveel kilometer je daarvoor nodig hebt. Naar Nederland werden onder meer de Transatlantic Telecommunications 14 en de Atlantic Crossing 1 aangelegd. In eerste instantie voor de communicatie van grote bedrijven, zoals banken, verzekeraars, telecombedrijven en de overheid. En toen kwam dit. Of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Het internet van toen, relatief kleine beetjes data, paste prima door dat soort kabels. Maar nu niet meer. Sommige van die kabels zijn oud en verlept. Die TAT-14 was ooit de belangrijkste kabel tussen de VS en Europa. Maar is te traag en ook al te vaak gerepareerd. En dus is hij van de zeebodem gehaald. In Katwijk, waar de kabel binnenkwam, ging het internet dus letterlijk op de schop. Die andere, de AC1, loopt vanuit New York via het Verenigd Koninkrijk naar Beverwijk. Maar ook die wordt binnenkort gesloopt. Er kan te weinig data doorheen. Even voor je beeld, door de glasvezelparen in de AC1 kunnen 3,6 miljoen TikTok-video's tegelijk. Klinkt als heel veel. Maar is bij lange na niet genoeg. In 2020 is een nieuwe aangelegd tussen New York, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. En door die 16 vezelparen kunnen 1,2 miljard TikToks tegelijk. Er is nog iets met die kabels. Niet alleen zijn ze dus misschien wel aan een update toe, ze liggen ook op plekken waar bijvoorbeeld de Europese Unie strategisch gezien niet per se gerust op is. Kijk even mee. Weet je nog, in maart 2021, toen dit gigantische containerschip, de Ever Given, vast kwam te liggen in het Suezkanaal bij Egypte. Een ramp voor de wereldhandel.
wat als ik je zeg dat een paar meter dieper nog iets minstens zo belangrijks ligt? Het Suezkanaal is niet alleen superbelangrijk voor al die pakketjes die we vanuit Azië bestellen, maar ook voor al het online verkeer tussen Azië en Europa en andersom. En daar verdient één land een lekker zakcentje aan. Het staatsbedrijf Telecom Egypt is de baas over het Egyptische deel van talloze internetkabels. Voor al het dataverkeer dat via daar loopt, krijgt het bedrijf centen. En het lijkt onwaarschijnlijk, maar wat als Egypte ineens zegt: wij parkeren een digitale Ever Given op zo'n internetkabel. Bijvoorbeeld als politiek drukmiddel. Los van dat dat een enorme economische impact kan hebben, is het ook vervelend voor jou. Want al dat dataverkeer dat naar Azië en terug moet, zoekt dan een andere route. En dat betekent file. Videobellen met iemand in het buitenland. Dat bewustzijn is er niet alleen over de internetkabels bij Egypte. Ook bijvoorbeeld bij de Verenigde Staten, Rusland en China. Allemaal grote spelers die een flinke vinger in de pap hebben in de Europese internetkabels. Wat als ze daar misbruik van maken, als het er even uitkomt? Laat staan de grote techreuzen, die ook erg actief zijn op de zeebodem. Op meerdere plekken werken zij aan hun eigen onderzeese kabelnetwerk. Niet om eraan te verdienen, maar vooral om hun eigen positie te versterken. Ze willen vooral dat er genoeg dataverkeer over die kabels mogelijk blijft. En dus niet afhankelijk zijn van bestaande kabels. Andersom is het net zo. Overheden willen ook niet afhankelijk zijn van hun kabels. De Googles en Facebooks hebben al wel genoeg macht. Om dus een beetje mee te komen in dat hele kabelgeweld, trekt Finland samen met Canada en Japan en de steun van de EU een megakabel van 14.000 kilometer over de zeebodem in de Noordelijke IJszee. Over een paar jaar moeten Japan, Finland, Ierland, Alaska en Canada digitaal met elkaar verbonden zijn. En ook Nederland wordt er via nieuwe of bestaande kabels aangekoppeld. Dat alles om niet te afhankelijk te zijn van andere routes. Eerder was zo'n internetkabel daar ondenkbaar. Die route zat bijna het hele jaar door dichtgevroren. Maar door klimaatverandering is het ijs daar dunner en kun je er doorheen beuken. Niet alleen praktisch voor internetkabels, ook voor de fysieke handel. Daar maakte ik eerder deze video over. Niet alleen Rusland zet in op die route, ook China. Als onderdeel van hun Polar Silk Road. Ook als je niet door een dikke laag ijs hoeft, is zo'n verbinding aanleggen een pittige klus. Je weet nu dat dat met schepen gaat die die kabels op de zeebodem laten zakken. Maar Tonga bewijst, dat kan dus niet zomaar overal. Dwars door vulkanisch gebied blijkt zo'n internetverbinding behoorlijk kwetsbaar. Daarom duurt het repareren van zo'n kabel ook wel even. En op Tonga hebben ze dubbel pech, dat ligt namelijk niet zomaar om de hoek. Maar ook dichter bij huis zijn de kabels niet zomaar gelegd. Zoals in de Noordzee, waar nog onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Sommige stukken zee worden daarom vermeden. Of de kabel moet beter worden beschermd en dus ingegraven. Alles om ervoor te zorgen dat ze niet kapot gaan. Toch gaat het ook nog wel eens mis. En dat is lang niet altijd de schuld van een vulkaan. Zoals laatst met een tanker bij Australië. Die gooide zijn anker uit op een plek waar dat niet mocht en trok zo Australië een beetje van het internet. Al met al genoeg reden om voorzichtig te zijn met die internetkabels. Thanks weer voor het kijken. Tot ziens en zet je belletje aan.